Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Manon en ik maak video's over leven met een beperking. Vandaag gaan mijn vriend en ik lekker een weekendje weg. We hebben er heel veel zin in. Heerlijk om nog even weg te gaan, zo aan het einde van de zomer, voordat alles weer gaat opstarten. We gaan naar Talfse en nemen jullie lekker mee op pad. Let's go! Het is wel heel overdreven hoor, Stijn. Wat? We doen net alsof we weer naar Noord-Spanje gaan. We zijn net een half uurtje nog niet eens onderweg. Ja, dat is allemaal voorbij Amersfoort, hè? Dat is toch eigenlijk bijna Noord-Spanje. En we zijn al gestopt. Maar we gaan nu lekker lunchen en we wilden even de GoPro vervangen, want die heb ik niet opgeladen. Dus iets makkelijk. Dit is de aangepaste hotelkamer en met maar liefst 2 badkamers. Ik zal jullie even een roomtour geven. Hier kun je je koffer en je kleding kwijt. Hier is badkamer nummer 1, die zal ik zo meteen even laten zien. Hier hebben we een bureautje. Hier zit Stijn op de bank. Hallo! En we hebben de tweede rolstoel even hier neergezet. Een tv. En dit is het bed. Met uitzicht op de binnenplaats van het hotel. En het bed is best wel hoog. Maar echt super lekker zo. En kijk ook het plafond. Het is allemaal heel hoog. En daar nog een dakraam. Dat dakraam kunnen we dicht doen. Het gordijn dicht doen met de afstandsbediening. Toch, Stijn? Ja, die hangt daar achter je aan. En dan hebben we hier badkamer 1. Het is een hele ruime badkamer. Hier hebben we 2 wastafels. En aan deze kant een bad en een toilet. En dan aan deze kant de douche. Lekkere regendouche. En dan hebben we hiernaast dus ook nog badkamer 2. En dat is de aangepaste badkamer. Die is heel lang en smal. Helemaal achterin hebben we een douche. En met een stoeltje aan de muur. Hier het toilet met 2 beugels. En hiernaast de onaanrijdbare wastafel met de spiegel. Het is allemaal een beetje manoeuvreren met een rolstoel. Maar het past allemaal prima. Eerder dit jaar hebben Stijn en ik al een keer eerder in het hotel verbleven. En we hebben ons toen zo goed vermaakt. Het is zo'n fijn hotel en de kamer is fijn. Dat we zoiets hadden van, weet je, we gaan er lekker nog een keer naartoe. En het is gewoon een prachtige omgeving hier. Heerlijk om te wandelen, te fietsen, dicht bij zonnen, om te shoppen. En natuurlijk museums, bioscoop, alles is hier in de buurt. Dus er is nog genoeg te doen. En daarom zijn we heel blij dat we weer terug zijn.
Proost. Jongens, ik ben mijn tandenborstel vergeten. In de auto kwam ik er gelukkig achter. En onderweg bij een drogist hebben we deze tandenborstel gehaald. Maar ik weet niet of ik het nog kan. Want echt heel lang geleden dat ik met een normale tandenborstel mijn tanden heb gepoetst. Dat is heel raar. Ik denk dat ik het nog wel kan. En alleen morgen spierpijn. Want ik voel niet mijn arm al. Maar ik kan in ieder geval dit weekend tanden poetsen. Goedemorgen lieve mensen. Het is vandaag zaterdag. En wij zitten weer in de auto. Goedemorgen. En het zonnetje schijnt. Ik ben een 65-plusser en Stijn is de begeleider. En dat is je niet aan te zien hoor. En begeleiders mogen gratis. Dus dat is mooi meegenomen. Oh yeah! We hebben deze plattegrond gekregen. En er zijn dus 3 hoofdgebieden. En hier staat ook bij wat niet toegankelijk is. Maar is de rest dan wel toegankelijk? Dat moeten we gaan zien. Let's find out. Charmant. We willen wat te eten bestellen, maar het is best wel hoog. En hier op het scherm staat een rolstoel tegen. Dat is best slim. Het is nog steeds best hoog. Maar... En dus alles naar beneden gezakt. Dat is best wel handig. Mm-hmm. Eten is er, maar wat hebben we? Patatjes. Ja, en een, ik geloof dat hier onder een Go Wild kipburger zit. Een chicken burger. Oh. Lekker. En dan hebben we hier een deluxe burger. Spekjes. Met spekjes en kaasjes. Het is vakantie en dan mag het. Gaan op safari, hè? Ja. Als het goed is moet ik een bus doen. Ja, nou ja, laten we gaan kijken hoe het werkt. Hey. Past precies. Ja, die zit. Ja. En het is vol. Ja, best wel, ja. En we zien hier ook bovenop het heuveltje een groepje waterbokken. Papa waterbok aan de voorkant met die mooie rechte horens. Thank you.
Keurig weer. Dankjewel, fijn dag. Dit was het leuk. Was het ook leuk? Ja, het is altijd een grappige toevoeging. Kijk hoe leuk. Found some friends. Hi boys. We zijn in Aijen, maar nee. Hey, hallo. Hallo. Wij zijn weer in Dalfsen. Hier. Uit de dierentuin. Lekker. En ik vond het heel leuk vandaag. Ja. Jij ook? Zeker. Het zijn leuke diertjes. Ja. Ook een paar pretparkdingen natuurlijk. Ja, dat hoeft voor mij niet echt. Maar ik vond het wel super toegankelijk. Ja. Hebben ze goed gedaan. Ja. Ik heb veel te doen. En ze geven goed aan wat je niet kan. Ja. Maar ook hoe je vervolgens wel de route kan doen. Of ja. Een andere route. Mijn ogen ben ik helemaal zonder. Ik ben niet aan het huilen, maar ik ben gewoon heel moe. Het was gewoon een hele mooie dag. Heel mooi. Nee, maar het was heel leuk. Ja. En gisteravond hebben we in het hotel gegeten. Wat echt een super aanrader is. Er komen ook heel veel mensen uit de buurt eten in het hotel omdat het zo goed is. En vanavond eten we lekker in Dalfsen. Ja. Bij een restaurant wat we aangeraden hebben gekregen. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd. Proost, Olivia. Proost. Op de leuke dag. Zeker, op de leuke dag. Lekker eten. Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag zondag en wij hebben net uitgecheckt in het hotel. Wij zijn nog even een wandelingetje aan het maken. Er is hier zoveel te zien en zoveel te doen. En we komen eigenlijk dagen tekort en de omgeving is gewoon zo mooi dat we eigenlijk nog niet naar huis willen. We hebben het wel echt heel erg getroffen met het weer dit weekend, hè? Een perfecte slalom van binnen naar buiten, van regen en zonneschijn. Dat is Toen we gisteren in de dierentuin liepen, ging het heel hard te regenen. Maar precies op dat moment waren we in de vlindertuin, wat helemaal overdekt is. Ja. Dus daar hadden we geluk mee. En daarna toen we buiten kwamen bij de olifanten was het alweer voorbij. Het scheen de zon weer. Dat was keurig. En vanmiddag wordt het wel wat minder. Maar daarom hadden we zoiets van, dan gaan we gewoon winkelen. Dan zijn we hopelijk in de winkel wanneer het gaat regenen. Yes. Dus al met al echt een top weekend. Zeiden we nog dat het zo mooi weer was en dat we zo geluk hadden. Maar we komen nu net aan de Zwolle en het regent. Niks mis met een goed Hollands regenbuisje. Nee. Nederlands regenbuisje. Dat is waar, maar we zijn nog niet in de winkel, dus het is een beetje jammer. Ja, kwartier te vroeg. In welke winkel zijn we dan? In mijn favoriete winkel. Binnen. Not sponsored. Ik raak hier nooit uitgekeken.
even kijken of we hier even kunnen lunchen. Dat ziet er wel leuk uit. Het is zo veel. Jongens, we hebben in september een bruiloft van vrienden. Dus we zullen even inspiratie op doen. Maar kijk deze outfit. Kort broek, want, maak hem af. Ja, dat is echt top. Maar bovenstuk staat echt heel mooi. Jee, het is gelukt! Grote tas hoor, zware tas. En dan gaan we nu heel snel naar het museum. Vragen of ik nog even naar mijn klassen voordat ze dicht gaan. En dan op naar huis. Ja, het is een hele aardig moment, tot het komen. Is gelukt. Ik kan mooi nog even gaan naar het toilet voordat ze dicht gaan. Over 10 minuten. Wij zitten weer in de auto. Wij gaan weer op weg naar huis, naar Utrecht. We hebben een heel leuk weekend gehad. Volgende keer moeten we echt een keer naar dit museum gaan, Stijn. Je zegt het iedere keer, maar we doen het iedere keer niet. Nee. Maar de fundatie in Zwolle lijkt me zo mooi. Maar bij deze wil ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. En dat jullie me nog kunnen verstaan door de regen. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog hier beneden. En laat een leuke reactie achter. En abonneer je op mijn YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van alle andere video's. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. Doeg!